юго-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Замечен противник на юго-западе! Вражеская цель! Everyone strange! Hello, my friends! Holder de Bolder! En welkom op mijn motherfucking Kamillenzolder! We zijn hier vandaag terug met een splinternieuwe video. Een splinternieuwe video. Speciaal op mijn YouTube-kanaal Jordan Ninja. Dus ga nu abonneren als je nog geen abonnee bent. En like supersnel de video. Dan krijg je deze gratis knuppel als je de video liked. Dus like heel vlug de video. Dan krijg je deze lekkere knuppel met deze mooie snelle planga. De SO van de dag is voor Arton Henno. En die zegt: mag ik een SO? Jazeker man, jij mag een SO. Een dikke SO naar u man. Hey, speciaal voor u, een dikke SO man. En als je nog een SO wilt, dan krijg je die knuppel tegen je voorhoofd. Dat is allemaal geen probleem. Let's go. We zijn hier vandaag terug met een potje Fortnite. Oh, Fortnite is een heel leuk spel. Fortnite is heel populair. Ik haat fucking Fortnite. Fortnite is echt een kutspel. Maar omdat jullie graag Fortnite zien, gaan wij vandaag Fortnite spelen. En we gaan kindvriendelijke content maken en we gaan niet ragen. Echt waar, ik ga nu proberen niet te ragen. Ik ga me inhouden, ik ga niet ragen. Oh, ik moet kakken, ik mag dan naar de wc. Dat is wel een groot kutprobleem. Ah, oh, godverdomme. Squats. Solo. Like de video, omdat bijna Sinterklaas is. En Sinterklaas is de max, want ik krijg er altijd cadeautjes van, omdat ik altijd braaf ben. Dus als jij braaf bent, like ook de video, dan krijg je een cadeautje van Sinter Jordi. Suka blit! What the fuck? Hello, people. My name is Vladimir. I love cucumber. I want to stick cucumber in your mama's ass. He's very nice. Have a nice day. What the fuck? We gaan dus dit potje heel serieus spelen. We gaan dus proberen zoveel mogelijk kills te halen. En ik meen dat echt wel, nu ga ik serieus spelen. Nu ga ik proberen winnen in dit potje, want ik heb nog nooit een Fortnite potje gewonnen, zoals jullie weten. Want ik kan dat echt niet, Fortnite. En ik heb er echt geen geduld voor. En blijkbaar is er daar een groot voetbalveld, dus ik hoop dat daar veel mensen naartoe gaan. Zodat ik zo zwaar op in hun hoofd kan slaan. What the fuck? Dat meent je niet. Allee, kom aan zeg. Dat is nu toch altijd hetzelfde. En kan ik hier nooit een wapen vinden? Dat gaat gewoon niet. Nee, Jordi, dat gaat gewoon niet. Ja, godverdomme. Maar waar kan ik wapens vinden dan? Godverdomme, de rest rond de fucking kut, mijn goal. Fuck! Fucking hell! Nee, dude! Fuck, dude! Fuck! Ik heb één probleem. Ik ben redelijk goed met gamen, met shooters. Ik ben daar redelijk goed in. Maar er is één probleem. Ik raak gewoon nooit aan een wapen. Waardoor dat ik nooit mensen kan dooddoen. Dat is toch wel een fucking groot probleem. Ja, en natuurlijk zit mijn lobby weer vol met rondgejoinde vrienden van mijn vriendenlijst. Ik heb nu momenteel 1382 vrienden. Ik heb nog altijd plaats voor vrienden. Dus wil jij mijn vriend worden, dan kan dat. Dan voeg je mij gewoon toe. Hex op de PS4. En dan kunnen wij samen Fortnite spelen. Ja, fantastisch. Ja, Fortnite is de max. Like de video. Ik hoop dat de postbode mijn pakketje binnenkort binnenbrengt. Want de komkommers zijn bijna op uit mijn frisco. A, B, C, D, E, F, G, ga uw dikke moeder is ook oké. Fuck yeah. Mijn gast. Ja, 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 ja. Ja, daar ligt er een wapen. Ja. 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 Oh yeah, baby. I got a weapon, boys and girls. Yeah. Hallo meneer, is er hier iemand dat ik kan doodschieten of zo? Dan kan ik alsjeblieft de kill halen. Zodat de mensen meer naar mij willen kijken. En daar spreekt er iemand. Oh. Oh. Oh! Oh, what the fuck, nee! Jezus! Fuck hell! Dat is nu toch een keer onmogelijk om iemand dood te schieten. Dan schiet ik iemand dood en dan staat er nog iemand anders op mij te schieten. Wat voor logica is dat eigenlijk in dit spel? Ik snap er echt geen kut van. Het is tijd voor een beetje water, want water zorgt ervoor dat alles beter gaat in het leven. Like de video! Party Field Connection, godverdomme! For the motherland! I like this and you like that! I am Vladimir! Hoe de fuck kunt jij goed worden in Fortnite als alles zo lang duurt? Papa, 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 papa,
Laten we hopen dat de Aldi mij sponsort binnenkort dat ik Nono kan drinken. Want veel mensen denken dat ik Nono niet lekker vind, want Nono is de beste drank ter wereld. Ik hoop dat er daar niemand naartoe gaat, want anders ben ik wel serieus gejost in mijn broek. Want dat komt niet goed als ik daar word gepakt. En ik hoop dat ik een wapen vind en een paar kills kan halen in dit spelletje. Echt waar, ik hoop het echt diep in mijn hart dat het lukt vandaag. Want ik hoop dat ik niet moet ragen vandaag. Ja, en zo te zien is hier weer geen wapen aanwezig. Fuck my life. Kan het toch altijd zo gaan dat er hier geen wapens liggen? Is dit spel gewoon zo fucking retarded? Ja, fucking bandages. Ja, daar kan ik veel mee. Want dat, ja, daar kun je dus mee schieten. Daar kun je iemand mee doodslaan. Ik kan hier niet doorlopen. What the fuck is het probleem dan? Hallo? Hallo? Laat mij alsjeblieft een keer door. Dank u. Godverdomme. Oh hell yeah. I got a weapon. I got a weapon. Ik ben dus een onkruid bosje. Ik heb totaal geen idee waarom dat ik een onkruid bosje ben. Maar er achtervolgt mij een roze teddybeer die mij waarschijnlijk gaat helpen tot de overwinning. En ik heb totaal geen idee waar ik naartoe moet. Moet ik naar daar? Ja, ik moet naar daar, jongens en meisjes. Godverdomme. Ik ben totaal gejost. Ik zit niet in de ring. Ik heb nog 2 minuten 55 om te zien overleven. By the way, wat is jullie lievelingseten? Laat het een keer weten in de comments. Ik eet graag lasagne. Ik ben een lasagnefreak. Ik hou van lasagne. En ik hoop dat er lasagne zit in... In Fortnite, hè? Ja, dan kan ik een beetje lasagne chappen. Zie, en dit is altijd zo'n dom principe van dit spel. Je moet eigenlijk altijd 350.000 kilometer lopen totdat je iemand tegenkomt dat je kunt doden. Oh my god! Oh yeah, boy! Fucking awesome! Jesus! Oh yeah, we zitten gewoon op een winkelkarretje, man. Delta of Charlie, we're going on the road with winkelkarretje, operation winkelkarretje. Yeah, boy, boy! Ik had nog iets van, dit spel kan nog een beetje realistisch zijn, maar nu zit er gewoon een winkelkarretje in. En hebben ze gewoon heel dat denkbeeld van dat spel voor mij, hebben ze dat volledig verneukt. Ja, ja, want een winkelkarretje kan echt door het water gaan. Dat is ook al zoiets. Ik verkoop croissants, €3,50 per croissant. Dat wil dus zeggen dat je gratis croissants kunt kopen vanaf 2,5 kilo. En hier ga ik waarschijnlijk doodgaan. Dan vraag ik mij soms af, zien die enemies mij niet rondrijden? Die zien gewoon een struik op een winkelkarretje verplaatsen en die schieten daar niet op. Wil je ook een winkelkarretje? Like dan nu vlug de video. En wie weet, stuur ik wel een winkelkarretje naar jou thuis op. Hey Brecht, man. Wat zijn we eigenlijk aan het doen, man? Dat trekt hij toch op niets, man. Godverdomme. We rijden hier dus al letterlijk 5 minuten rond. En er is niemand dat op ons schiet. What the fuck is dat nu weer? Ah ja, dat is die tsunami dat op mij afkomt. Wij moeten vlug naar daar lopen. En daar loopt er iemand. Daar lopen er 2 mensen. Maar dude, waarom schiet jij daarop? We gaan toch doodgaan. Dat kunnen wij nooit overleven. Dat kunnen wij nooit overleven! Oeh. Fucking hell! Zie, dat kunnen wij godverdomme toch nooit overleven, Brecht. Wat doe jij zelf? Brecht! Brecht, wat doe jij? Fuck, Brecht! Die Brecht, wat fucking wel! Godverdomme! Brecht! Het is allemaal luschuld dat we doodgegaan zijn, man. Ik kon die mannen nog inmaken, maar jij moest erop schieten en dan... Dat was ons element of surprise was weg. We konden die mannen verrassen in de rug. Maar je hebt gewoon op hun er geschoten en we waren gewoon gejost. Vraag mij niet hoe dat ik eraan kom aan een full party, want ik heb dat ook niet gevraagd. Ik vraag dat ook totaal niet in een full party. Wie wil er nu een full party in Fortnite? Ik wil solo doen. En altijd als ik dat op solo zet, dan verandert dat naar squads of duo. Hey Mathieu man, moet je back bij hen houden, man. Ik ben hier wel de video aan het opnemen, hè. En PS, ik ben nu een video aan het opnemen en buiten is het momenteel 26 graden. Dus mijn kamer heeft ongeveer 30 graden en ik ben hier aan het zweten dat niet normaal is. En ik weet totaal niet wat ik moet doen, want ik moet kindvriendelijke content maken. En ik weet totaal niet dat ik mag ragen, want ik mag niet ragen, want anders ga ik slechte punten halen op school. Maar ik zit niet meer op school en ik heb totaal geen idee wat ik nu aan het doen ben. Want Fortnite slaat totaal nergens op en ik kan geen kills halen op Fortnite. En ik kan zeker niet winnen op Fortnite. En ik zit weer al in die bus op Fortnite en ik weet totaal niet wat ik nu aan het zeggen ben. Voilà, we zijn dus toegekomen in Fortnite stront van Fortstront. Maar gast, what the fuck is dat eigenlijk, vent? Kom ze! Dat is toch niet meer leuk, hè? Op wat trekt dan nu? Kom zeg! Hey, revive mij, man! Revive mij! Hey! Hey! Revive mij! Wat is je probleem? Revive mij dan toch! Revive mij! Alsjeblieft, revive mij! Maar nee, what the fuck is een kut probleem? Fuck jou! Fortnite is leuk. Vind jij Fortnite leuk? Vergeet dan zeker Fortnite niet te liken. Wel degelijk, of niet wel degelijk? Ik weet het niet. Ik heb totaal geen idee wat ik nu aan het zeggen ben. Maar vond jij het video leuk?
Vergeet zeker niet te liken, want bij de 1000 likes komt er nog een Fortnite video online. En ik zal mijn best doen om een paar kills te halen op Fortnite. Dank u wel. En vergeet zeker mijn Instagram niet te liken. Ja. Krijg je nu maar allemaal maar de tering. Tot ziens. Stronspal. Godverdomme.